Yo, Nintendo fans. We gaan deze nog een keer proberen. Welkom bij een gloednieuwe Mario 64 video. Dit wordt niet mijn favoriete leveltje, dat weet ik nu al. Ik vind de besturing in dit soort levels heel moeilijk. Maar hey, misschien lukt het wel, hè. Misschien lukt het wel. We gaan even hier naar boven. We springen hier naar boven. Oké, zover was ik de vorige keer ook gekomen. Oké. Als je dit nou leuke video's vindt, of je vindt het gewoon leuk om mij te zien falen, of, nou ja, je wilt gewoon supporten, gooi even een duimpje en laat even een leuke reactie achter of zo. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. Zou ik hartstikke leuk vinden. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's, jongens. En dan gaan we ons best doen. Dan gaan we ons best doen om dit te gaan fixen. We lopen hier langs, we lopen hier langs, we lopen hier niet langs. Als ik straks te weinig hartjes over heb, dan ga ik echt huilen. Hè? Als ik hierdoor te weinig hartjes over heb. Vorige keer sprong ik hier lekker eraf. Dit keer lekker niet, dus dat is fijn. Ik ga niet voor de rode muntjes nu. Ik ga gewoon proberen om dit leveltje te halen. Rode muntjes komt later wel een keer. Let's go. Oké, dan moeten we nu hier overstappen. Ja. Dan moeten we dan strakjes hier naartoe. Ja. Even deze Goomba kapot maken. En nu. Nu moeten we hier naartoe. Oh, oké. Dan moeten we deze helemaal zo naar beneden laten gaan, zodat we over kunnen springen. Kom op, Mario! Lekker! Lekker. Dan moeten we denk ik strakjes daar naartoe overspringen. Lukt dat? Ja, dat lukt. Ik weet niet waar ik naartoe moet, dus ik spring maar gewoon door. Ik spring hierop. En oké, dan moeten we nu heel snel hier naar boven. Ook dat gaat lukken. Lekker! We hebben het gehaald tot de pijp. Nice. Oké, jongens, dit verdient een duimpje omhoog. Wat? We moeten tegen Bowser vechten. Hier is weer de Bowser fight. Nu al? Is Bowser er nu al? Je hebt pech, Mario. Prinses Toadstool is niet hier. Probeer maar. Probeer me maar bij mijn staart te pakken. Je zal me nooit kunnen omsingelen. Een wimp zoals jij gooit mij nergens naartoe. Nooit. Ha. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Kijk, ik kan je nu toch gewoon pakken? Jij bent nu toch... Oh, wacht even, jongen. Wacht even. Pak hem. Grab hem by the tail, Mario. Grab hem by the tail. Oké, ik moet hem waarschijnlijk eerst vuur laten spugen. Ja, dat gaat hij dan nu doen. En dan kan ik hem toch nu bij zijn staart pakken. Ja, lekker. Oké. Ja, laat hem maar even draaien. Ja, goed zo. Laat hem maar even draaien. We moeten hem precies tegen dat stekelblok daar, denk ik, aangooien. Dat is nu. Oh, is hij raak? Hij is raak. Kablinkie bloem. In één keer. Lekker, en dan moeten we nu pounden, denk ik. Hallo? Pounden? Nee, hoeft het niet. Bowser zegt, ik deed wat te makkelijk. Dit is niet hoe ik het gepland had. Maar ik heb nog steeds de kracht van de sterren. En ik heb nog steeds Peach. Je zal geen sterren meer van mij krijgen. Ik ben nog niet klaar met je. Maar ik laat je nu gaan. Ik zei dat je betaalt. Oh, was dit het al? Ik hoefde je hoofd alleen maar tegen zo'n stekeltje te plempen. Hey! En dan krijgen we een sleuteltie. Lekker. Nice. Dus nu kunnen we de andere plekken in dit kasteel gaan fixen. Woo! Bowser in the Dark World is verslagen. En we hebben de sleutel in de pocket. Dat ging soepel, jongens. Jemig, de pemig. Had ze flatsie. Lekker, hoor. Kijk, kunnen we nu deze deur openmaken dan? We hebben ook nog een deur beneden, trouwens. Maar laten we eerst proberen om deze open te maken. Dat gaat dus niet. Dan gaan we beneden kijken. Dan gaan we hier naartoe. Naar... Nee, niet naar Boo. We gaan hier naartoe. Is dit de goede sleutel? Dit is de goede sleutel. Lekker, Mariootje. Heerlijk. Heel nice. Oké, daar kunnen we naartoe. Maar we hebben hier ook nog een gang. Oké. Hallo. Wat ben je hier aan het doen, Tootje? Zat je hier gewoon opgesloten? Wat doe je hier, jongen? Helemaal in je eentje. In de kerkers. Yo, konijn. Konijn. Ah, pak dat konijn. Kom op, Mario. Oh, nu kan je geen kant meer op, denk ik. Of loopt dit ook rond? Ja. Hey, waar ga je nou? Dude, pak dat stomme konijn nou, Mario. Pak hem nou. Waar ga je nou weer naartoe? Dit is nog moeilijker dan Bowser verslaan. Go. Laat hem rechtdoor lopen. Ja, hij is weer in de val. Oké, nu moet hem denk ik gewoon slaan. Nee! Ja, ik heb hem, denk ik. Ik heb hem zo... Nou! Kom hier, jij stinkbeest. Oh my gosh. Hé, wat is dit voor muur? Hé, hier kan je gewoon doorheen. In de talons van de grote vogel... Fort? Ik weet het niet. Wat stond er? Oh, wacht even. Ah! Oké, dit is een geheim wereldje, denk ik, of zo? Oh, kijk, daar is die grote vogel.
Oh, en hij had inderdaad een sterbeet. Go, 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 go. Over de platformpjes heen. Waar gaat deze blok naartoe? Dit blok gaat hier naartoe. Go. Oké. We gaan hier rechtdoor. Yes. We kunnen hier op. We moeten die piramide beklimmen. Oh, wacht even, jongen. Wat is dit nou weer? Oh, wacht even. Dan konden we bijna in één keer daar naar boven. Oh, oké. Daarboven zat ook een sterretje verstopt. Oh, wacht even. Deze dingen schieten. Nee! Wat? Oké. Jullie willen het zo spelen. Ik weet niet precies waar die grote windvlaag vandaan kwam. Maar dat is, als deze me nou even goed pakt en dat ik dan in één keer naar die ster daar kan zweven. Ah, nee, jammer. Dat halen we niet. Even goed rekening houden met dit vlammetje. Nee, jij gaat mij niet raken. Nu hier op dit randje springen. Ja. Yeah. Oh, hier nog een kleiner randje. Oh, nee. Oh, wacht even. Nee, ga weg, jij shy guy. Go. Lekker. Oh, wat een bijna. Freaking shy guy, jongen. Als die shy guy daar nou niet gewoon was, waarom kan een shy guy opeens vuur spuwen? Alleen Bowser kan normaal vuur spuwen. Wat doe jij hier? Ga eens weg. Oké, hij is dood. Dat is top. Even een muntje pakken. Ja. Oké. Nu goed springen hier. Ik vind het wel heel lastig dat die camera, zeg maar, die staat dan net niet recht, weet je wel. En dat vind ik zo moeilijk aan Super Mario 64. Oké, go. Ja, nice. Even heel rustig over dit randje lopen. Chill. Nee, niet vallen, Mario. Niet vallen. Spring. Wat een poeplevel. Super bedankt, Bowser, dat je me hier naartoe hebt gestuurd. Ik heb eindelijk hier je konijn gepakt. Ja, oké. We hebben eindelijk een sterretje, jongens. Jemig. Mocht even duren. Ik ga even een andere deur pakken. Ik wil niet meer naar dat woestijn. Wat is dit? Hier is een of ander magisch watertje. Hazy Maze Cave. Oké, dit is een grot. We moeten op zoek naar een zwemmend beest. Helemaal top. Ik ga gewoon lopen en ik zie wel waar ik uitkom. Een zwemmend beest. Dan denk ik, water is altijd beneden. We moeten ergens naar beneden. Misschien wel hierin. Oh, wacht even. Is dit gif of zo? Wat is dit voor random wannabe shy guy masker? Ah, mollen! Pak de mollen! Waar moet ik naartoe? Hier is een deurtje. Oké, dit is oprecht een doolhof. Ja, nee. Hier kwamen we vandaan. Oh, kijk. Leuk platformpie. Ja, ga maar daar naartoe. Een beetje naar links. Een beetje naar voren. Ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Maar dan gaan we ongetwijfeld strakjes achterkomen. Oké, we gaan naar links. We gaan niet naar links. We gaan wel naar links. We gaan hier naartoe. We gaan nu naar links. Weet je wat? Spring maar even hierop. Ik zie niet waar ik naartoe moet. Oh, hier. Oké, moet ik hierop? En wat doet dit blokje dan? Oh, dit blokje gaat automatisch. Oké, hier overheen. En doorlopen. Oh, we gaan nu een route langs rode muntjes doen. Oké. Ik was helemaal niet van plan om rode muntjes te pakken. Maar oké, als jullie dat willen. Zo, rood muntje. En door. Oh my goody. Ga weg. Hoppakee, meer fluis kapot. Nog een meer fluis kapot. Lekker. Nu moeten wij hierop gaan. Want hier is een rood muntje. Lekker. Nog een rood muntje. Oké. Dit platformpje gaat er nu vandoor. Ja, maar ik moet nog een keer. We moeten nog een ronde. Als we alle rode muntjes willen pakken, moeten we nog een ronde. Want daar in de hoek, zag je, is ook een rood muntje. Oh, daar beneden is ook nog een rood muntje. In dat blok. Oh, Mario. Oké, laat maar. Weet je, laat maar zitten. Ik wil gewoon dat zeemonster vinden. Waar is dat zeemonster? Er is geen zeemonster te bekennen hier. Misschien hier. Misschien deze kant op. Ja, het is wel een aardig doolhofje, zeg. Man. Hier naar beneden. Nee, ik weet het niet. Maar ik kan helemaal niks vinden hier, hoor. Oh, nice. Ja, we zijn weer bij het begin. Weet je wat? Dikke doei met dit level. Super Mario 64. Zijn er misschien nog andere leuke levels die je kan spelen? Misschien is dit wel een leuke. Oh, hier moeten we 30 sterren voor hebben. Helaas. Ja, dit ziet er ook vrij dreigend uit. Maar laten we deze dan maar gaan doen. Little Lava Land. Boil the big bully. Oftewel, we moeten de grote bully gaan koken. Grote bully, ik kom eraan. Ik weet niet waar je bent, maar ik kom je halen, vriend. Au, ik verbrand mijn Ari. Oh, na twee keer ben je al dood. Nice. Fantastisch. Waarom is het zo makkelijk om Bowser te verslaan? Maar om vervolgens in een ander leveltje een klein beetje verder te komen, is dat zo moeilijk. Waarom is dit zo? Waarom werkt het spel op deze manier? Au. Oh my god. Oh my holy. Mamma mia.
Weet je wat het gewoon is met Nintendo 64 games? En dat heb ik met bijna alle Nintendo 64 games. Je hebt vrijwel nooit het gevoel dat je je personage gewoon 100% onder controle hebt. Er is altijd wel iets in het level waardoor je bijvoorbeeld gewoon nog even vooruit schuift of zo. Of net even ergens een randje aanraakt, waardoor je alsnog doodgaat. En dat is mijn probleem wat ik heb met Nintendo 64 spellen. Niet alleen met Mario 64, maar met zo'n beetje... Alle Nintendo 64 spellen! Als ik nu doodga, stopt de serie. Ik zal mijn uiterste best doen om niet dood te gaan, jongens. Ik ga even in mijn concentratiemodus. Dus even kijken of dat helpt. Laten we hier naartoe springen. Oh, net op het randje. Lekker, Mario. Je hebt me gehoord, hè, dat de serie stopt. Je wil niet dat de serie stopt, hè, Mario? Nee, dat wil jij niet. Ik denk dat we naar dat platform daar moeten. Let's go. Dat ziet eruit als een platform waar een grote bully zou moeten kunnen zijn. Of zijn daar allemaal kleine bullies? Misschien moeten we alle kleine bullies eraf gooien. Misschien is dat het platform waar we naartoe moeten. I don't know. In ieder geval, we zijn erop. Go! Go! Plamp ze eraf! Plamp... Oké, dat is één. Dat is één. Kom op, nummer twee. Plamp hem eraf. Nummer twee. Lekker. Nummer drie. Hier is nummer drie. Plamp nummer drie eraf. Ah! Kom op. Smack hem. Lekker. Goed gedaan. Oké, hier is de grote bully. Hier is de jongen, de grote pestkop. Oké, laat hem maar even zo doen en dan... Ja, oké, en dan... Come on, come on. Lekker, Mario. Sloop hem. Geef hem klappen op zijn baccaroni. Lekker! Hoppakee. Hey, we hebben weer een sterretje. De tweede ster in een half uur. Yay! Yeah. Oh, man. Gaan we er nog één halen? Eens even kijken wat we moeten doen. Oh, dit was nog niet de grote bully. Dit was blijkbaar een kleine bully. Waar is dan grote bully? Waar ben je naartoe? Zit jij aan deze kant van het level? Zit jij op dit platformpie? Oh, ze doen vervelend. Ze doen heel vervelend. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Oké, of ja, je mag ook daar eraf rennen hoor. Dat mag ook van mij. Of je rent hier even lekker eraf. Zo. Man, man, man. Jullie zijn echt heel irritant. Jullie zijn heel irritant samen. Jullie komen ook precies tegelijk. Waarom zijn jullie irritanter dan die twee? Die twee op dat andere platform. Nee, ik bedoel die drie. Jongen! Laat me met rust. Ga eraf. Ga eraf, jongen. Oké, ik ga hier op de rand staan. Kom maar. Dan, anders ren je er gewoon even zelf af. Nee? Oké, dan sla ik je eraf. Doei! Nu jij nog? Mafketel. Kom hier. Kom. Oké. Ja, dat was echt een supergoeie move, Rick. Lekker, 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 lekker. Plampen eraf. Is hier de grote bully? Nee? Hier is de grote boel niet. Oké, we gaan hier naartoe. Oké, spannend, spannend, spannend. Wat gaat er gebeuren? Oh, wacht even. Ja, ik zie het al. We moeten hier op dit blok. En dan moeten we dat blok naar de overkant zien te krijgen. En dat met nog één leven. Oké. Oh, daar is een ster. Daar is een verborgen ster. Oké, ik moet zo lopen. Focus, focus, focus. Focus. Niet te ver. Niet te ver, Mario. Nee, niet te ver. Kom op, kom op, kom op. Ja, nice. Nice. Rustig gaan. Rustig gaan. Rustig gaan. Heb Mario helemaal onder controle, Rick. Heb hem onder controle. Nu moet je deze kant op. Nu moet je Ja, springen. Lekker. Lekker. Oké, langs de muur. Niet in de lava vallen. Hey. Nog steeds niet de grote bully. Maar hey, wel een sterretje. Ik vind tijd dat ik weer een leven krijg. Waarom krijg ik geen leven? Gun me een leven. We zijn nog steeds op zoek naar de grote big bully. Waar is die gast dan? Laten we daar maar eens gaan kijken, ja. Kijk, dit is een vulkaan volgens mij. Moeten we in de vulkaan of zo? Hey! Oké. Oké. Ik weet niet of ik hier wil zijn. Ik ga hier mijn laatste leven verspelen, denk ik. Kom op, Mario. Zou hier de grote bully zijn? Oké, hier naar boven. Hier naar boven. Verder naar boven. Lekker, nog verder naar boven. Langs deze vuurdingen. Go. Ja. Oké, hierin. Oké, nu wordt het denk ik lastig. Jump. Nice. Oké. Jump. Oh, daar is een ster. Hier is ook weer niet de grote bully. We zijn alle andere sterren aan het halen. Lekker. Ah, het tempo zit er nu wel weer lekker in, jongens. We halen tenminste sterretjes nu. Dat is nice. Maar nog steeds zoeken we de bully. Waar is die gast? En dat terwijl we eigenlijk geen levens meer hebben. Ik vind dit best wel... opeens, nu we geen levens meer hebben, gaat het opeens beter. Oké, we kunnen misschien hier naartoe. Zou die misschien hier ergens zijn? Als we nou heel snel hier omheen rennen, gaat dit ding dan kapot?
Dan gaat dit ding kapot. Lekker. Ik zie daar trouwens 8 rode muntjes. We zouden hier kunnen gaan proberen om de 8 rode muntjes te gaan pakken. Ja? Oké. Oké. Ja, we hebben ze bijna allemaal. Moet alleen deze nog. Toch? Ja, nice. Nou. We hebben zowat alles gedaan, behalve de grote bully, jongens. Hier, hoppakee, de volgende. Kijk, dit is wel weer een leuk leveltje. Dit, eerlijk, dit lukt tenminste. Oh, maar ik wil echt niet meer terug naar dat zandstormwoestijnwereldje. Anyway, vonden jullie dit een leuke video? Ondanks dat ik een beetje gek werd op een gegeven moment. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!